Allereerst namens DVS TV de allerbeste wensen. Een heel sportief jaar. En sta achter je ploeg. Kom op, publiek. Roland ten Berge, naast mij. Trainersvisie nummer 9. Ja, nummer 9 alweer. En ook namens alle DVS-supporters de beste wensen. Roland. Insgelijks, beste wensen allemaal. En hopelijk weer veel publiek op de tweede seizoenshelft. Precies, we hebben een prachtig jaar achter de rug. Waar jij ook menigmaal hebt genoten, denk ik. Absoluut. Ja. En ik ook. En het DVS-publiek ook. En we hopen dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. Goede vakantie gehad. Dusdanig dat je weer lekker veel zin hebt. Wat is goed, hè? Ik ben even een lekker beetje met mijn gezin even op pad geweest. Dus het liefste gingen we even skiën. Zat er dit jaar helaas alleen niet in. Maar een paar dagen Duitsland geweest. En, even opladen, maar dat went altijd wel weer. En, het is wel lekker dat we nu snel weer moeten beginnen. Dus daar hebben we wel zin aan. Zo is dat. Toekomstplannen van jou? Verder al enige vorm gekregen? Want ja, je had het erover dat het misschien ook nog wel erin zat dat er geen vereniging voor je was. Of dat je daar voorlopig nog even niet voor kiest. Nou, kijk. Ik werk zeg maar 10 jaar fulltime nou in de voetbal. En ik moet al die jaren ben ik een beetje aan het puzzelen. Zo, wat ga je allemaal doen? En wat komt er op je pad? En meestal laat je dat afhangen van de club die komt waar je gaat trainen. En dan ga je daaromheen wat dingen erbij zoeken. Nou, inmiddels heb ik dus een eigen voetbalbedrijfje. En daarin ben ik met een aantal leuke klussen bezig. Ik ben verder nog met een andere. Daar mag ik nog niet te veel over vertellen. Maar daar zijn we ook wat bezig met iets opstarten. Ja, en dan eventueel is de mogelijkheid nog om een club te gaan trainen. Dus ik laat op dit moment alles een beetje open. En, ik ben een beetje aan het zoeken, een beetje bij elkaar aan het zoeken. En ik wil me vooral ontwikkelen als trainer, als mens. En nou ja, daar ben je naar op zoek. Dus op dit moment een hoop puzzelstukjes. En eens even kijken hoe we dat gaan invullen. Nou, na anderhalf jaar ken ik je al als mens. Maar het gaat steeds beter. Als mens. Als mens. Toch? Ja, absoluut. Maar goed. Zeg, maar je bent natuurlijk nauw verbonden aan de KNVB. Hè? En dan ben ik echt heel erg benieuwd. Toen die eerste plannen werden gelanceerd. Toen had je natuurlijk, en dat is typisch Nederlands, weer bakken vol kritiek. En dat kan niet. En dit en dit en dat. Terwijl ik dacht, nou, dat is een prachtig plan. Zo, die spelers veel meer aan de bal. Dat moet jou toch enorm aanspreken. Ja, maar kijk, bij mij is vooral ook het lampje gaan branden toen mijn eigen kinderen op voetbal gingen. Ik had al jarenlang dat ik wat twijfels had bij verschillende voetbalvormen. Maar goed, ja, ik ben docent bij de KNVB, dus ik geef trainerscursussen vooral TC3. Dus dat is vooral gericht op de al wat oudere jeugd weer. Maar goed, er zit ook altijd een klein stukje opleiding bij van FE en D-pupillen. Ja, en vaak merk je gewoon, kijk, de modules, hoe wij ze zeg maar altijd aanboden, zeg maar de trainingen die we daarin gaven, die waren altijd gericht op klein. En eigenlijk op zaterdag zag je vooral bij de FV-pillen dat ze groot moeten spelen op een half speelveld. Vooral nu ik zelf mijn kinderen aan het voetballen zijn, merk ik gewoon, ze zitten bij elkaar in een team ook, maar de ene is 7, dus de middelste Dani, nou ja, dat is zo'n klein kereltje. Die heeft ontzettend veel moeite, en net als heel veel andere kinderen, om die hele grote afstanden te overbruggen. Daarbij zitten ze met 14 kinderen op een half speelveld, waarbij ze dus heel weinig balcontact hebben. En, ja, daar gaan ze verandering in brengen en daar ben ik wel heel erg blij om. Ja, met name die blik is natuurlijk nog heel erg beperkt van die kids, van wat er daar verder in die ruimte gebeurt. Dus een beetje dichtbij en ja, veel balcontacten, dat is natuurlijk vele malen beter. Ja, hoe vaker je de bal raakt, hoe beter je wordt. Hè. Dus je moet veel balcontact hebben. Dat is eigenlijk het motto. En daarbij heb je ook gewoon te maken met kinderen op hele jonge leeftijd. Dat heb ik ook met mijn oudste zoon meegemaakt. Die een beetje bang voor de bal zijn.
En dan zie je vaak kluitjesvoetbal, waarbij een aantal kinderen er een beetje omheen bewegen en eromheen gaan lopen. Op het moment dat je 2-2 gaat aanbieden, dan is het wij 2 tegen hun 2. En dan een bal uit midden, ja, dan kan je niet zoveel ontlopen. Dus dan ga je automatisch wel een keertje voetballen, ga je een keertje tegen die bal aanschieten. En zo ga je het stapsgewijs ga je het leren. Het ene kind is sneller toe aan een stapje verder, aan 4 tegen 4. En het andere kind misschien duurt er misschien wat langer over, maar... Ik ben heel blij dat de vormen aangepast worden. Ja. Ik zag gisteren trouwens op Ziggo Barcelona ook weer met ongeveer 1200 balcontacten. Ik geloof dat DVS er 600 heeft, dus al heel veel. Dat klopt ongeveer, 600? Ja, gemiddeld wel. Ja. Ja, gemiddeld wel, hè? Nou, jij bent daar helemaal van. Maar Barcelona toch weer met 1-1. Pff, het lijkt wel een DVS-ziekte. Nou, kijk... Ja, kijk, balbezit is ook, hoe zei Cruijff het ook alweer, als je de bal hebt kan de tegenstander niet scoren. Ja. Zo is het natuurlijk ook gewoon. Dus het is ook een, maar goed, uiteindelijk is het spel is natuurlijk een middel om tot kansen te komen. En uiteindelijk gaat het om scoren. En Barcelona heeft natuurlijk een aantal spelers die heel makkelijk een goal kunnen maken uit het niets. Ja, goed, dat telt ook mee. Maar het gaat er ook om van hoe verdedig je. Hoe verdedig je vooruit of verdedig je terug. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren. Ik denk alleen dat het voetbal in de loop der jaren wel wat veranderd is. En ik denk dat wel bijna heel Nederland stil heeft gestaan in de spelopvatting. En dat we heel lang zijn blijven hangen in de traditionele buitenspelers en de balvaste spits. En ik ben eigenlijk voor mezelf eigenlijk al jaren een beetje op zoek naar van nou, hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Hoe kun je meegroeien met het voetbal? Ik krijg langzaam het idee dat de verdediging van het Nederlands elftal straks het sterkste gedeelte gaat worden. Ja, kijk, maar dat is ook weer. We hebben ook wel eens bij onze DVS hebben gezegd van ja, we verdedigen niet hard en of we moeten meer ingrijpen en dit en dat. Maar nou zie je met Rico ook die daar staat, wat een rasvoetballer is. En dus heb ik gekozen voor voetbal. Daan speelt er nu achter, kan ook fantastisch voetballen. Dus nu zie je ook van op het moment dat we makkelijker opbouwen, makkelijker de bal in de ploeg kunnen houden, hebben we meer de bal. Dan krijgen we ook gewoon minder kansen tegen. Dus zo kun je het ook opvatten. Maar dat is maar net hoe je daarnaar kijkt. Ja, bij Rico was het typisch wel zo dat hij op het moment dat hij echt duidelijk basisspeler was, dat hij er veel meer in dat ritme weer kwam. Want hij had natuurlijk een teleurstellend seizoen gehad bij SVZW. Maar dat is even over Rico. Maar ik ben het met je eens. Het is echt een goede opbouwende verdediger met name. Jong FC Groningen, daar heb ik een hele teleurstellende ervaring gehad. Met name de eerste 10 minuten aan een kwartier. Oh, wat was ik kwaad voor de radio. Kun je je dat voorstellen? Ja, maar dat had denk ik toen ook met het verwachtingspatroon te maken. Wij verwachten denk ik toen in die fase dat we even van alle jonge teams even zouden winnen. En dat... Ja, een kleuterklasje zou zijn in onze competitie. Dat verwacht ik overigens niet. Ik heb ze altijd zeer serieus genomen. En daar bleek wel gewoon dat die ploeg gewoon goed in elkaar zat. Ze moesten wel zich beperken, vooral na de 2-0 tot het verdedigen. Ze hadden toen een marge opgebouwd. En daarna hebben ze gewoon het boel heel compact gehouden. En dan hadden wij moeite om er doorheen te komen. En zeker in het begin van het seizoen, waarin je nog niet top op elkaar ingespeeld bent. Hebben hun dat prima gedaan. En ik vind dat alle belofte teams op dit moment vind ik gewoon aanwinst in de competitie. Ik heb een zeer fantastisch mooie wedstrijd gezien tegen Volendam, waarbij het 0-0 is gebleven. En ja, dat had ook 5-5 kunnen zijn. Dus ik vind het op dit moment hartstikke leuk met die belofte teams. Ja, absoluut. Ik heb ook genoten qua voetbal inderdaad van Jong FC Volendam. Waarbij me toch ook wel weer opviel dat DVS toch altijd een beetje moeilijk uit de startblokken komt. Nou, ik refereerde al aan Jong FC Groningen, eerste helft Volendam. Kreeg Volendam toch wel allemachtig veel ruimte. Ja, nou ja, kijk, de eerste grote kans die was voor ons. Ik weet niet meer wie dat was. Maar Joran Pot. Ja, dat was toch echt wel een kans. Dus dat is ook weer zo van, ja, hoe kom je uit het startblok? Ja, soms kanselt de wedstrijd gewoon. Hè? En daar hadden wij ook op 1-0 kunnen komen, op 0-1 kunnen komen. Ja, en dan kom je weer op die cliché, dan had het heel anders kunnen lopen. Maar ja, wedstrijden zitten gewoon zo in elkaar. En dat heeft ook te maken met de spelopvatting van deze tegenstander. Die ook gewoon vol vooruit wil voetballen. En dan pakte hun het initiatief even. Alles en iedereen fit, hè? Ja, Mo is goed bezig, dus die sluit langzamerhand aan. Dus dan zijn we compleet, ja. Morgenavond oefenwedstrijd tegen Apeldoorn.
Ja, CSV Apeldoorn. Ja, dus we hebben afgelopen zaterdag helaas niet kunnen spelen. En, ja, het is ook gewoon de ploeg fit houden is van belang. Hè. Dus dat is ook weer van hoe train je en wanneer train je, een keertje niet. Dus je moet ervoor zorgen als trainer dat je altijd de beste elf in het veld kan sturen. Je had het net over Barcelona. Barcelona doet dat bijna altijd al jaren. Die sturen bijna jarenlang de sterkste elf het veld in. En die kunnen zichzelf permitteren om nog eens een keer iemand te sparen. En nou ja, wij hebben nu ook het gunstige dat iedereen fit is, dus dat is mooi. Oké, okay. Nou, maar hopen dat die sneeuwbuien via België Europa intrekken, niet via Nederland, want donderdag, vrijdag en zaterdag verwachten ze weer wat. Ja, ze verwachten hier al heel veel en heel snel wat. Meestal komt er niks. Maar het was zaterdag toch echt raak. Ja, het was echt raak. Hey, we wensen je veel succes morgenavond ook, maar natuurlijk zaterdag ook. Dankjewel. Bye.